Er is nu gelegenheid voor de eerste ronde. De heer Hofland van GPK. Ja, voorzitter, wat moet u nog zeggen nadat de vorige sprekers al geweest zijn, maar nadat we al die jaren nog eens in herinnering roepen dat we over dit onderwerp hebben gesproken. En al die keren dat we als GPK gevraagd hebben, mensen, wanneer gaan we nu dat besluit eens nemen? Wanneer gaan we nu eindelijk een go-no-go besluit nemen? Het werd maar uitgesteld en de werken gingen maar door. Ik roep u toch nog even in herinnering dat GPK ervoor gepleit heeft op het moment dat de Raad van State een negatieve uitspraak deed. Ik roep u in herinnering dat we ervoor gepleit hebben op het moment dat de werkzaamheden gingen starten. Dat we dat besluit moesten gaan nemen. Ik roep u in herinnering dat wij gepleit hebben om het besluit eerst te nemen voordat het bestuursakkoord afgerond werd. Er werd niet naar geluisterd. Men moest gewoon doorgaan. En nu, inderdaad, we hebben het al verschillende mensen horen zeggen, nu is er bijna geen weg meer terug. Weg terug kost heel veel geld. Nogmaals, boekhoudkundig. Ik hoor het de accountant deze week nog zo zeggen, het is maar boekhouding. Inderdaad, zo zie ik het ook. En zo zie ik ook die hele stapel papieren die ik ondertussen gekregen heb, met allerlei scenario's, met berekeningen, hoeveel je van de ene kant moet afboeken en hoeveel je aan de andere kant moet bijboeken, hoeveel rente je er wel weer bij moet doen. Voorzitter, als ik een ring om dit gemeentehuis neerleg en ik ga die berekeningen nog eens na, dan verschuif ik geld van het ene vakje naar het andere vakje, tenzij je zou gaan besluiten om de gronden weer te gaan verkopen aan agrariërs, aan anderen, aan iemand die de zonnepanelen neer zou willen leggen of wat dan ook. Dan heb je inderdaad een verlies. Als je inderdaad de grond gewoon in bezit houdt, en daar is GPK altijd alle voorstander van geweest, ook in vorige sessies waarin we erover gesproken hebben, we willen de grond gewoon houden, dan is het gewoon schuiven met geld. Natuurlijk, er zijn wettelijke bepalingen. Je moet afwaarderen, je moet rente toerekenen, maar het blijft allemaal ons eigen geld. En soms zullen we een potje moeten aanvullen om het geld van het ene potje weer naar het andere potje te laten vloeien, maar het blijft gewoon allemaal ons geld. Het is nog steeds onze grond. Dus we doen ermee wat we willen. Dat geldprobleem, eerlijk gezegd, voorzitter, dat boeit me niet zo verschrikkelijk. Ook dat u zegt in de krant, en het valt me verschrikkelijk van u tegen, dat u het zegt, want we hadden immers met elkaar afgesproken dat we zeker niet voor de muziek uit zouden gaan lopen als college, als raadsleden, als ambtenaren, maar dat we in alle rust een overweging zouden gaan maken. En helaas moest ik toch constateren dat de verschillende van de collegeleden, maar u ook als voorzitter, toch uitlatingen deden. Al die uitlatingen ten spijt, dat maakt op zich niets uit. Het blijft onze grond. Gaan we nu kijken van waar zou Kampen uiteindelijk uitgelegd moeten gaan worden. Dan kunnen we kijken naar alle zijden die Kampen heeft. We kunnen kijken naar IJsselmuiden wat afgegrensd wordt door een Belvedere gebied. En hoewel ik daar in het verleden heel hard voor gepleit heb om IJsselmuiden in de richting van Serenbroek en Zwolle uit te breiden, dat is afgesloten. Belvedere hoef je niet aan te denken dat je daarheen kunt. Gaan we de richting van het Kampereiland op? Ik denk het niet. Daar zijn onze boeren de baas en daar willen we de boeren de baas houden. De kant van de Melm ligt onder de industrieterrein. Daar gaan we ook niet naartoe. Dus als je dan inderdaad in alle nuchterheid gaat kijken, dat als we geen andere plekken meer zouden kunnen gaan vinden, dan zal het gebied wat nu omvergehaald is, overhoop gehaald is, inderdaad het gebied zijn waar je eventueel je stad zou kunnen uitleggen. Dat gebied zou eventueel ook nog gevonden kunnen worden aan de andere kant van de IJssel tegenover het Onderdijks, maar ook dat is niet groot genoeg om vele jaren in woningbouw te kunnen voorzien. Echter, moet het gebied nu dan al direct, zoals het go-besluit ons voorhoudt, direct maar volgepropt gaan worden met eerst 600 woningen in de eerste 10 jaar en daarna maar tot 1300 woningen nog eens een keer 10 jaar daarna. Dan denk ik van, dan neem je wel, of dan trek je wel een enorme grote broek aan. We hebben dat tot nu toe steeds fasegewijs gedaan. Onderdijks, steeds een klein stukje erbij, daar waar de markt behoefte aan had. In IJsselmuiden, het meer, steeds een klein stukje erbij. We zijn nog steeds niet aan het eind daar. Steeds een klein stukje erbij, daar waar de markt behoefte aan had. We konden het overzien, we konden het behappen, we konden het betalen en we hadden wat voor onze mensen. En waarom moet het nu dan plotseling allemaal in zo'n verschrikkelijke grote hoeveelheid? Dat snap ik nog steeds niet, dat blijf ik niet snappen. En ik roep u nog even weer in herinnering een amendement Wever, wat de meesten van u nog wel zullen kennen. Die zei, als we daar dan gaan bouwen, zetten we de rest op slot en gaan we alleen daar bouwen. Daar ben ik nu juist zo bang voor. Dat we alleen maar daar gaan bouwen. En natuurlijk, ik weet wel, we hebben al die cijfers gehad. Er zijn een aantal plannen die nog ingevuld kunnen worden, omdat ze al gezegd zijn. Er blijft voor de komende 10 jaar 168 woningen beschikbaar die we nog elders kunnen invullen. Maar het is maar peanuts.
peanuts ten opzichte van het grote geheel wat Reven heet. Daar zal straks iedereen noodgedwongen naartoe geduwd worden. Daar moeten we gaan bouwen, daar moet het gaan gebeuren. En willen we ons verlies beperken, dan zal dat zo snel mogelijk volgebouwd moeten worden. En met dat verlies wat daar dan in zit, dat we moeten gaan beperken, kom ik tegelijkertijd ook aan de kern van de zaak. Wij weten dat als we een no-go besluit nemen, het is diverse keren voorgekoud en voorgerekend, dan hebben we een afgezonderd verlies, een afgebakend verlies. We weten precies wat dat gaat kosten. Dan kun je nog praten over, moet je de grond houden, moet je de grond verkopen. Nogmaals, wij zijn voorstander om de grond te gaan houden. Maar dan kun je je verlies in ieder geval afgebakend bezien. Dan kun je zien of je dat kunt behappen. Als je gaat bouwen, moet je eerst investeren. Naast wat we al geïnvesteerd hebben, zul je wegen aan moeten leggen, zul je infrastructuur aan moeten leggen en zul je een verkoopkanaal op moeten gaan zetten. Dat kost nog eens een keer ruim 30 miljoen. Totale investering bij een koopbesluit neem je daarmee zo van rond de 65 à 70 miljoen. Dan heb je nog steeds niets verkocht. Dan moet je nog gaan verkopen en dat is onvoorzien. En inderdaad, mijn voorganger zei het ook al, ik roep nog even de raadsbreed aangenomen motie van de SGP in beeld, waarin de SGP zei, we gaan alleen maar doen wat we kunnen overzien. Wat behapbaar is voor ons, wat beheersbaar is. Nou, dit kunnen we niet overzien, dus ik ben ook zeer benieuwd naar de mening van de SGP, die tenslotte in de tijd zelf met die motie kwam en zei, we willen alleen maar besluiten nemen waarvan wij het eindstation kunnen overzien. Kunnen we overzien wanneer we gaan bouwen? Kunnen we overzien wanneer we nu een go-besluit nemen waarvan we zeggen, we gaan daar alle woningen neerzetten. We gaan daar dus investeren, zowel de gronden die we nu gekocht hebben als wat we nog in die grond moeten gaan stoppen, tot een totaal van tussen de 65 en de 70 miljoen. Ik hoor straks uiteraard graag het antwoord van de SGP. Voorzitter, nogmaals, een no-go besluit is wat ons betreft dus ook een stapje te ver. Ik sluit wat dat betreft aan bij D66. Voor ons is het absoluut niet zo dat er in het gebied waar we het nu over hebben nooit gebouwd zal worden. Voor ons is het inderdaad het uitleggebied voor toekomstige woningbouw wanneer er op andere plekken geen plaats meer is. Of wanneer er gevraagd naar is naar het bijzondere woonmilieu wat mij 10 jaar lang voor ogen gehouden is wat er zou gaan komen. Een bijzonder waterrijk woonmilieu wat elders in de provincie Overijssel nagenoeg niet beschikbaar zou zijn. Ik roep het u nog maar even een keer in de ring. Wanneer daar duidelijke vraag naar is, dan kunnen we stapje voor stapje die woningbouw daar toestaan. Geen enkel probleem. We gaan kijken naar wat er 10 jaar lang gezegd is over deze zaak. Nogmaals, 10 jaar lang werd ons voorgehouden 1300 woningen, waarvan 1100 woningen voor de regionale opgave. Dat is om zeep geholpen. De wethouder, en ik heb het ook de vorige keer al gezegd, we hebben er zelfs nog weer een amendement over ingediend, is met de staart tussen de benen uit Zwolle weggejaagd. Ga maar weer terug naar Kampen, je krijgt 160 woningen van de gemeente Zwolle, je krijgt 90 woningen van de provincie en voor het overige 6 miljoen voor een doekje voor de bloeden. Ik zie dat niet anders dan dat de wethouder met pek en veer en met de staart tussen de benen teruggestuurd is naar Kampen en zegt, zoek het daar lekker maar uit. Het advies van de professor was wat mij betreft helder. Ik heb er in het fractievoorzitter overleg, waar wij telkens maandag geïnformeerd werden over de gang van zaken bij de onderhandelingen naar gevraagd. Wethouder, wilt u alle stukken ter beschikking stellen? Jazeker, die komen eraan. Ik heb het in de raadsvergaderingen gevraagd. Ik heb het op het moment dat wij mochten zeggen wat we ervan vonden, wat onze mening mochten geven, heb ik er nog naar gevraagd. Hebben wij de beschikking over alle stukken? Nee, er was toch een advies, maar dat komt dan nog. Nee, dat advies had ik voor de tijd moeten hebben. Volgens de gemeentewet, wethouder, bent u degene die verplicht is om alle op het onderwerp beschikbare stukken aan de raad te presenteren. Zelf had u de kennis van dat stuk, u onthield het aan de raad. Was daardoor het besluit anders geworden? Ik kan het u niet zeggen. In ieder geval mijn argumenten waren anders geworden. En ik had zeker een aantal argumenten van de professor overgenomen om in ieder geval met mijn mederaadsleden te delen en te zeggen van mensen, we staan op dit moment op een cruciaal punt. We kunnen nog terug, we kunnen nog gaan claimen, we kunnen een procedure gaan beginnen en we hebben zelfs grote kans, door toch een rechtsgeleerde die zegt van dat we een grote kans hebben, we hebben een flinke kans dat we geld gaan beurten. Die is ons ontnomen en dat neem ik u zeer kwalijk. Ik heb het u al eerder gezegd, ik heb het u vorige keer al gezegd, ik zeg het u nog een keer, ik neem het u kwalijk dat u mij informatie onthoudt die u wel in uw bezit heeft,
waar ik u om gevraagd heb en waar u keer van gezegd heeft, ik geef jullie alle informatie en ik krijg hem pas 14 dagen nadat ik een besluit heb moeten nemen. Voorzitter, zo vind ik dat wethouders en raadsleden niet met elkaar om moeten gaan. En nogmaals, ik was blij met de komst van wethouder Veldboek, want het was verhelderend om allerlei dingen te horen die ik onder de heer Boerman niet hoorde. En dat is doorgegaan. Een aantal jaren was de informatievoorziening over het wel en wee over Reven prima. De wethouder heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat een projectleider uiteindelijk de laan uitgestuurd werd die we al lang zat waren. Daar was ik ook blij. Prima, dat heeft hij gedaan. Alleen het staartje van de besluitvorming, het staartje in de aanloop naar deze vergadering, daar valt hij me verschrikkelijk tegen. Absoluut, kan niet anders zeggen. En dat is ook de reden waarom wij mede-indieners zijn van de motie die de heer Jeuring al aangekondigd heeft. Voorzitter, nogmaals, wij gaan niet praten over een stellig voornemen over een aantal jaren. We gaan ook niet praten over een go-besluit over zoals dat nu voorzit. Wij willen wel met u meedenken om uiteindelijk woningbouw te gaan plegen in dat gebied. Maar dan stapje voor stapje zoals we het gewend zijn en eigenlijk al vele jaren gaan doen. En voor het overige, voorzitter, nogmaals, wij wachten af, met name wat de SGP af, en ik wil de SGP, ze hebben nog niets gezegd, maar nog even wijzen op haar eigen motie. We doen alleen wat we kunnen overzien. En daar houden we. Dank, meneer Hofland.